namens Stichting Present in Almelo jullie als Apostolisch Genootschap hartelijk danken voor deze geweldige gift. Het is hartstikke mooi om die samenwerking zo te zien tussen de Stichting Present en het Apostolisch Genootschap. Ik zie hier ook overal weer beelden terug van naar elkaar omzien, ja, voor elkaar er zijn. Nou, ja, dat past uitstekend bij elkaar. En nogmaals, namens de stichting hartelijk dank voor deze geweldige, prachtige gift. En we zullen er goed gaan gebruiken voor de mensen in Almelo, om Almelo mooier te maken samen met jullie. Dat is mooi. Nu hebben ze zojuist een mooie cheque geschonken aan Present. En hoe zijn jullie daartoe gekomen? Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Ja, dat klopt. We mochten net een cheque overhandigen aan de heer Huisman, de voorzitter van de Stichting Present. En nou, wij doen regelmatig bij ons in de gemeenschap dat we kijken, nou, hoe kunnen we een goed doel steunen. En deze keer is het dus de Stichting Present geworden, omdat wij die stichting een heel warm hart toedragen. Hè? Present, het woord zegt het al, je bent er nu en je bent er waar nodig is. En nou, vanuit het Apostolisch Genootschap vinden wij dat eigenlijk ook, dat je present moet zijn voor mensen die het nodig hebben. En vandaar dat wij dit goede doel heel graag steunen. Ja, en dat bedrag, hebben mensen dat geschonken of hebben jullie een actie gehouden? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een soort collecte. We hebben bekendgemaakt voor welk doel we zouden gaan. En toen konden mensen nou, vrijwillig en vrijblijvend een bedrag overmaken. En dit is het geworden. En dat kon dus helemaal coronaproof? Kon helemaal coronaproof, dat klopt. Jullie zijn zojuist verrast met een hele mooie cheque van de Apostolische Gemeenschap. Wat betekent dat voor jullie? Dat is een vraag waar, ja, daar moet ik eigenlijk over nadenken om er een goed antwoord op te kunnen geven. Voor ons betekent dat heel veel. Wij hebben net in het vorige traject even over gehad, al heel lang een relatie met het Apostolische Genootschap. En het is niet alleen de cheque die ze geven, maar we hebben ook heel veel projecten die we samen met hun doen, waar ze heel veel vrijwilligers voor leveren. Dus dat is ontzettend waardevol. En met dat geld, ja, dat gaan we dus nog meer mensen enthousiasmeren voor het presentgebeuren in Almelo. En zo samen Almelo mooier maken. Dat gaan we doen.